Eindelijk zijn ze dan geland op hun vaste plek, de bibliotheek van Schijndel en de kunstcollectie van Meijerijstad. En de boekenliefhebbers konden niet wachten om weer te komen snuffelen tussen al die boeken. Is een stormloop, of niet? Ja, het is een geweldige opening vandaag. Het is even opstarten natuurlijk, maar alles komt goed. En de mensen zijn enthousiast, dus wat wil je nog meer? Wat vind je van de nieuwe bieb? Ruim. En heel fijn ingericht ook. U mag weer de bieb in, hoe vindt u dat? Nou, ik vind het heel fijn omdat je dan weer gewoon kunt uitzoeken. En ik denk met name voor mensen die niet via internet werken, dat het een verademing zal zijn. Ik hou van dvd's kijken en boeken lezen. De mensen hier zijn gezellig. Na heel veel maanden verbouwen, na een lockdown, na van alles en nog wat, nu, vandaag, open. Yes, ja. Ze hebben het gemist. Ja, en wij ook. Ja, dus we zijn heel blij. En alles lijkt weer te mogen. Zelfs de mondkapjes blijven af. Dit is wel raar. Moet ik wel een beetje aan wennen, hoor. Want het is wel van het ene uiterste naar helemaal dicht vanwege, naar nu gewoon lijkt het net of er niks aan de hand is. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. En niet alleen de boeken hebben een nieuwe plek gevonden, ook de kunstcollectie van de gemeente Meijerijstad. Omdat we toen na de fusie natuurlijk niet wisten wat er met dit gebouw zou gebeuren. En toen dat duidelijk werd en ook duidelijk werd dat de bibliotheek een nieuwe plek zocht, want die moesten uit het spectrum weg. Toen is besloten om daar dit gebouw voor te gaan gebruiken. Die zijn nu hier bij elkaar gebracht en nu zijn ze dus ook echt voor alle mensen toegankelijk. Omdat de bieb ook een openbaar gebouw is. Dus, Wat vindt u ervan dat de bieb er open is? Heel fijn, zonder meer. Om een boekje te gaan lezen met mijn kleinkind, lid maken. En is de bieb toegankelijk, vindt u? Het is even wennen ja, hoe het werkt met een kinderwagen, maar als je te voet bent... Is het voor de mensen wennen? Ja, dat wel. Ja. Maar we krijgen echt ontzettend leuke reacties, dus daar doen we het voor. Het is wel even wennen, het gebouw, of niet? Ja, dat is met alles, hè. Wat vindt u van de nieuwe bieb? Ik heb hem nog niet helemaal bekeken, maar ik ben blij dat hij dus in dit gebouw zit en dat hij hopelijk daar blijft zitten. Is dit de laatste plek? Ja, dit is de laatste plek. Jazeker. Ik moet nog wel wat jaartjes werken, maar ik ga ervan uit dat ik niet nog een keer een verhuizing op deze manier meemaak. Nee, hier zitten we echt op onze plek. Absoluut, zeker.